Peggy 18. Wacht heel even voor je gaat kijken. Zie je deze 18 hier zo? Deze 18 betekent dat mijn video niet geschikt is voor jouw publiek. Als je nog minderjarig bent of je weet niet wat dat betekent, vraag eerst even je ouders om toestemming. Heb je toestemming van je ouders of ben je 18 of ouder? Wens ik je uiteraard veel kijkplezier. Richard out en game on. Wat, probeer je weg te kruipen? Dacht het even niet. Ik heb nu wel alle wijze armen eraf Hup, weg met jou op zout. Hallo allemaal, ik ben Richard en welkom terug voor het vervolg van Resident Evil 2 Remake. Zoals je ziet ben ik in Models. En Models is net zoiets als concept art, wat ik even wilde laten zien. Ik heb nog helemaal niet zoveel modellen, ik heb er nog maar 5 van de 68. En dit is het eerste model wat ik heb, dit is het model van een zombie. En het gave van deze modellen is dat je ze hebben een animatie. En de animatie van deze zombie, dat is dit. Dat hij, als hij zo staat trouwens, is het net alsof hij bijna de camera vast heeft, zoals dit, zeg maar. Dus dat is wel scary. Dus ik zoom hem even uit, want ik wil ze liever niet zo dichtbij hebben natuurlijk. Dit is een loopanimatie van deze afstand. Ja, en ik heb nog meer zombies, want dat vond ik het gave van dit spel. Dat er zoveel variatie zat tussen die zombies. En deze, ja, die kan ik dus ook allemaal spelen. Oh, deze die heeft... deze die heeft helemaal geen neus. Echt gruwelijk. Als ze zo vlak voor je staan, dan ben je gewoon fucking de lul. Dan weet je dat ze je gewoon naar je strot gaan vliegen. Dus. Oh, deze die staat heel anders. Ik zal even uitzoomen, want anders dan staat hij achter mijn camera. Deze die loopt ook helemaal niet. Dus het is net alsof die ergens tegenaan staat dan. Deze die loopt wel zo te zien. En deze... Oh, hier zullen we er denk ik nog wel een hoop van zien. Want deze heeft een politieuniform aan. En ik ben natuurlijk in de police station. Dus er zijn ook een hoop anderen met politieuniform aan. Dus dit is niet de enige. Maar goed. Dus, ik heb ook andere modellen. Modellen van wapens. Dus een model van een combat knife. Model van een Matilda. Dat is Leon zijn handgun. En dit... De SLS-60. Dit is geloof ik Claire haar handgun. En deze vind ik eigenlijk veel gaver dan de Matilda. Want het is een revolver. Ik vind de revolver veel gaver dan een dienstwapen. Goed, dat wilde ik even laten zien. Ik ga ook even de concept arts, want ik heb ook wat concept arts erbij. Laat ze wel even allemaal zien. Even hop, hop, hop. Deze heb ik nieuw. Die had ik de vorige keer niet. En deze had ik wel. Deze had ik ook niet. Maar het is vooral... Deze die ik even wil laten zien. Want ik heb net die modellen laten zien van die zombies. En ik had ook deze concept arts. En toen dacht ik van... Toen ik dit zo zag, dacht ik van... Volgens mij hebben ze echte acteurs gebruikt voor die zombies. Of misschien niet acteurs, maar wel echte personen, zeg maar. Een beetje hetzelfde als hoe ze dat gedaan hebben met The Walking Dead. Dus dat vond ik wel gaaf. Ik vind het trouwens ook wel echt een hele gave concept arts. Ik ga ook wel even naar records. Dan heb ik echt alle bonuses laten zien. Want zo kom ik dus aan al die concept arts en modellen. Want als ik dan een condition voltooi, dan word ik beloond met een model of concept art. Deze, dat was van de allereerste concept art. En die kreeg ik toen ik voor het eerst de police station bereikte. Goed, ik ga verder met het avontuur. Dus ik laat even de game in. En dan zie ik jullie... In een split second. And I'm back. Okay, let's do this. Kom, Leon. Ik ga nu de... Ja, dit ding opensnijden. Dit is nog de enige kant waar ik op kan. Dan ga ik door het luik heen. Dan ga ik de westsectie van de police station ga ik uitkammen. This is not how I imagined my first day. No shit, man. Ik neem nog even één laatste blik op deze main hall. Want hier voel ik me nog wel redelijk veilig, omdat ik nog geen situaties heb gehad hier zo. Oh, dit vind ik ook wel chill. Dat
die op de kaart aangeeft dat daar ammo ligt. Dat is echt handig voor als je een keer je inventory vol zit of zo en je kan shit niet meenemen. Dat je dan weet van daar lag nog wat. Dit is de receptie. Ik zie daar... Ja, volgens mij kan ik deze speed door kan ik gewoon zien vanuit dat raampje. Dus daar kan je hier achter komen. Maar dan moet ik eerst die schoppen deur kunnen openslopen. Dus, maar dat komt later wel. Zie ik er nou buiten dingen in de fik staan terwijl het regent? Klopt toch helemaal geen fuck van? No smoking. Nou, daar heeft in ieder geval één iemand zich aan gehouden. Want één iemand die heeft buiten zijn peuk uitgetrapt. En nu staat die hele tuin in de fik. Oh, hier hebben we al de eerste bloedspetters. Oké. Okay. Daar gaan we dan. Hallo? Is daar iemand? Ik ben het, Leon Kennedy. Oh, godverdomme man. Cleaning in progress. Cleaning in progress, my ass. Dus hier helemaal geen... Dit is één grote zwijnenstal hier. Daar kan ik niet heen. Dat is een schacht. Hoor ik nou voor herrie? Ik hoop niet dat er iets valt uit die schacht ergens in een van deze games. Hallo meneer. Bent u in orde? Voorzichtig, Leon. Meneer? Oh, what the fuck? Huh? Uh-oh. Daar hoorde ik iets. Ik hoop niet dat dat het of degene of het is wat dit gedaan heeft. Want dit is één grote massacre. Ik kan met het raam interacten. Maar ik weet eigenlijk niet waarom. Oh, daar hangt er nog één. En hij heeft een buis door zijn bek. Maar wie is het? Ik schrok met de tyfus. Ik had het eigenlijk al kunnen weten, maar hij kwam ineens naar beneden gezet. Eén grote massacre hier, man. Gadverdamme. Iets of iemand heeft dit gedaan. En dat is het enge eraan. Oh, is dit de eerste... Dit is de eerste club door. Oké. Ik hoef het gelukkig niet te onthouden, want dat doet de kaart al geworden. Handig zo'n kaart die met je meedenkt. Is dit de deur waar ik in kan? Nee, je kan hier helemaal niks mee. Er staat gewoon een raam. Het staat niet open, de raam is kapot. Kan ik eruit? Nee, ik kan er niet uit. Ik kan er wel mee interacten of zo, maar ik snap het eigenlijk nog niet zo helemaal wat het is met die ramen. Maar goed, ik ga gewoon verder. Want het wordt gewoon allemaal aangegeven of de kaart is kapot. Shit. Ik schrok me zeven. Ik schrok me de tyfus, kut wijf. Dit ziet er ook wel eng uit. Dat de vijf ervoor staat. Nou goed. Gelukkig kiest hij niet dat raam wat open staat. Maar gaat hij tegen dit. Are you kidding me? Ze kan gewoon door het raam heen breken. Oké. Okay. Tijd om weg te rennen. We gaan geen ammo wasten. Eerste deur, ja. Oké. Okay. Nou, dat houdt dat wijf wel even tegen, denk ik. Dan kunnen we hier even rustig zoeken naar... Nee. Ze komt door alles heen. Record of event. Ja, ik ga dit niet nu lezen, nu dat wijf in mijn nek loopt eigenlijk. Ik ga door deze deur. Of niet. Wat is dit? Een kaart. Waar is die zombie gebleven? Oh, ze is daar. Ik ben hier, Trut. Ik zag trouwens iets op die... Ik zie daar zo'n pijl. Maar dat is dat. Kan ik ontsnappen van dit wijfje? Laat ik dat maar doen, want ze wil me geloof ik grijpen. Get the fuck out, Leon. Doei, Trut. Dus daar ben ik weer. C. Daar is een andere zombie. Deze die is, loopt tegen die vendingmachine aan te rijden, want ik wil me door het hart van alle beestjes met een pak. Weet je, als ik gewoon voorzichtig blijf lopen, misschien ziet hij me dan niet, want hij is afgeleid door al die Skittles en M&M's in dat apparaat, dan ga ik door deze deur. En hoeveel deuren zitten er wel niet dicht, man?
Dat is, al die deuren zitten dicht. Daar is een deur. Oké, gewoon sluipen, Ries. Gewoon sluipen. De gast heeft niks in de gaten. Zo, sneaky, sneaky. Kijk, er ligt gelijk loot voor ons en die dik heeft niks in de gaten, dus wat is het? Bakkie poeier. Bakkie poeier. Gunpowder. Nice. Het is alleen wel een beetje over de datum, want het kan er helemaal niet meer uit. Het is gewoon een groot brok cement geworden wat erin zit. Maar goed, fuck it. Lag jullie ook nog iets anders? Een briefie. The uses of gunpowder. Ja, dat lijkt me ook wel handig. Ik kan er handgun ammo, shotgun shells en magnum ammo voor maken. Alleen voor die andere twee heb ik ook nog een ander soort poeder nodig. Dus ik denk dat ik het moet combinen. There's not a lot of ammo left around the station, so make good use of any gunpowder you find. Oké. Okay. Nou, ik ben op zich nu wel redelijk goed op ammo. Dus ik denk dat het wel de box ingaat als ik weer een storage box tegenkom. Even kijken wat ik hier verder nog kan vinden in deze... Wat? Nou weer. Oh, dat is die ene dikke die tegen die vendingmachine zat aan te hompen. Hij is die vendingmachine zat. Ik hoop niet dat hij naar binnen komt. Nou. Af. Aan de kant. Ik vind dit al dichtbij genoeg. Alsjeblieft. Dat is wat er gebeurt als je te dichtbij komt. Dan word je gehoog uitgeschakeld. Oké, okay, wat was ik? Oh ja, ik was bezig met een van mijn lievelingsdingen van... 3 kogels maar. Nou ja, 3 kogels nonetheless. Er is hier een blood trail. Ik hoop dat, niet dat die lijkt naar iets... Hallo? Ja, die gast is gelukkig hartstikke dood. Anders was hij al lang naar mijn poten gevlogen. Hier is er weer zo'n kluis. Waarvan ik de code niet weet. Dus dat moet ik even onthouden. Oh, ja. Telefoon. Bel de politie. Of nee, wacht. Ik ben de politie. Dus dat maakt geen sens. Wat hoor ik nou weer voor kleren zo? Is die gast nou alweer bezig met deurhompen? Zo. Ik hoop dat je nu eindelijk afgekikt bent van je deurhomp fetish. Wat vind ik nog meer hier zo? Papieren. Oh, dan bedenk ik me ineens iets. Ik had nog andere papieren. Die ik nog moest lezen, maar toen zat het wijf achter me aan te rennen. We are turning the station into a temporary shelter due to the massive sudden outbreak. All police personnel have been instructed to make the safety of the citizens their top priority as we try to accommodate as many of them as possible. Dit is denk ik hoe het allemaal begon. Het is 3 dagen geleden. Het is nu 28 september. Dit was op 25 september. One of the refugees attacked us in the middle of the night, resulting in the death of one officer and injuring 3 others. The person in question was quickly restrained. We believe this was simply a case of someone snapping under the intense stress. Ja, wat is het? Komt helemaal niet bij die gast op dat het een zombie-outbreak is. Dus als mensen beginnen te bijten, denken ze gewoon van, ja, die spoort niet. Hup, duwt in de dwangbuis, weg ermee. Dus, maar er was natuurlijk veel meer aan de hand dan dat. 26 september. A mob attacked the station today, resulting in a number of casualties. A few survivors were able to make it safely behind the emergency shutters. But surrounded as we are, it will be hard for any of us to escape this place. We are not sure if we can fix any of our comm equipment, so we remain cut off from the outside world. Ik denk dat comm communication betekent. En ja, als je allemaal mensen wilt redden... En je neemt ze allemaal mee naar het police station. Je gooit de hele boel dicht. En er breekt dan een zombie apocalypse uit. Dan ben je fucked. Want dan kan je er ook niet meer uit. En dan, ja, dan ben je de lul. 27 september. There was another clash on the west side of the station around 1 p.m. Dat is dus ongeveer 24 uur geleden. 12 people died and there is only a handful of survivors left. Everything is falling into disarray in here. Getekend door David Ford. Ik denk dat David Ford, hij werd ook genoemd door Elliot in die camerabeelden. Misschien is dat die ene gast waarvan zijn kop in 2 ligt. Het verontrust me wel dat dat westdeel waar ze het over hebben, dat is precies waar ik nu zit. Kijk, het heet zelfs West Office. Dus hier is 24 uur geleden de hel uitgebroken. Losgebarsten. Ik heb hier nog iets.
It's down to just me and three others. Oké, okay, dus dit is zeg maar een soort van vervolg op dat ene. Maar dat is die drie anderen, dat zijn dan denk ik dan Elliot, Marvin en David. No weapons, no ammo and too many skirmishes have drained us mentally and physically. We are not gonna make it. Officer Phillips once suggested we escape through the sewers. Apparently there's a secret tunnel under this place, left from its museum days. Want dit was natuurlijk een museum en het is gerenoveerd tot police station. Officer Phillips is denk ik Rita Phillips van Resident Evil Outbreak. Want dit gaat denk ik over Resident Evil Outbreak. I brushed the hair idea off before, but now it's not sounding all that bad. Yeah, there's no proof there's even a tunnel or that the sewers aren't infested with zombies, but I don't want to sit here and wait to die either. It's a long shot, but I'm gonna try to find out what I can about that tunnel. Getekend Elliot Edward. Elliot, dat was de ene gast die dat boekje had. Nu is die dood. Hij ligt nu in tweeën in het oostblok van de police station, maar dat boekje. Hij heeft er wel echt werk van gemaakt, want dat boekje dat heb ik dus hier. Dat is dit. En dat is inderdaad dan... Ik denk dat dat vraagteken dan de sewers zijn. Dat dit dan die secret passage is waar ze het over hadden. Oké, dan ligt hier ook een grote L. Wat is dat voor? Ging iemand lessen? Oh, welcome Leon. Oh, wat leuk. Want al die gasten hier zo, dat waren natuurlijk allemaal collega's. Die zijn nu natuurlijk allemaal dood. Maar... Wat is dit? Rookie's first assignment. Leon S. Kennedy, we are putting you in a very special case for your first assignment. Your mission is to unlock your desk. Wat grappig dat ze dat hebben gedaan. Dat ze hem zo eigenlijk een soort van in het team wilden leiden. Die gasten zijn allemaal dood. Op Marvin na dan, maar... Ze hadden dus... Ze wilden, ja... The key is... Through your successes in the initials of our first names. Input the letters in order of our desk. There are two locks. One on each side of your desk. Basically, your first task is to remember your fellow officers' names. But you figure that much out, right? Good luck, Leon. By the way, it might take a little work to get Scott to give you a straight answer. Lieutenant Marvin, zeg ik maar. Want die achternaam van die neger, die krijg ik gewoon niet uit mijn strot. Maar dit is wel gaaf dat ze dit gewoon voor Leon hebben gedaan. Dat ze hem zo in team wilden leiden. Ze krijgen een soort van opdrachtje gekregen. Scrawl it in a corner between drops of blood. Be glad you're not here, rookie. Ik denk dat ze dat er nog even bij hebben gekrabbeld. Toen de hel losbrak hier zo. Oké dan. Maar goed, ik heb dus een puzzeltje om te doen. Dus hoe ziet zo'n slot eruit? Er zitten drie letters op zo'n slot. Dus drie aan de ene kant en drie aan de andere kant. Even kijken hoor. Ik heb hier zo dan een Nel. Dus dat is N. Ik heb Elliot. Dus dat is E. En dan is dit zeker David. Ik heb David. Dat is D. Dus dat is net. Dus dat is Nederland. Dus dat is wel makkelijk. Oké. Nou, net. En... D. Nice. Het is gewoon hetzelfde. Dus al dit soort sloten hebben drie letters. Oké, dan heb ik dus Marvin. Rita Phillips van Resident Evil Outbreak. En dan heb ik hier Scott. Oops. Ben jij Scott? Dat was zijn hoed, Leon. Nu in zijn kop. Goed zo. Het gekke is wel dat... En dat was de laatste. Oké. Het is wel gek dat je eigenlijk je collega... aan het neerschieten ben, wat is veranderd in de zombie, maar... Is dit zijn naam? Oh, wacht, het is... Scott is zijn achternaam, het is George. George Scott, dus ik moet de G invoeren. Dus het is M, Marvin, Rita, George. M-R-G. Nice. En dan krijg ik... Heb ik mijn desk geunlocked en een clip. Een magazijn. Ik kom bij die dan met de Matilda en dan... Holy shit, de capacity is gewoon verdubbeld.
Wat de dikke F. Dat is... Thanks, guys. Bedankt, collega's die niet meer leven behalve Marvin. Oh. Maar dat was wel echt goede loot. Dus ik ben blij dat ik de puzzel heb gedaan. Trouwens, dit komt me bekend voor. Dat zijn gewoon... was de reception. Ja. Dus ik heb dus niet per se die speed door nodig om deze kant te bereiken. Dat is dus zo gegaan. Hier zo lag dan dat lijk. Met die, waarvan ik denk dat dat Davids lijk is. Die club door. En ik kwam hier zo zombie achter me aan. Dan ging ik deze kamer in. En dan ging ik door dit raam heen kruipen. En dan kwam ik dus zo hier zo terecht. Dus ik heb eigenlijk een soort van klein rondje gelopen. Dus hier de speed door. Ik ga ook wel even kijken of dat ook echt zo is. Dat dan... Ja, speed door. Dus dan klopte mijn theorie helemaal. Dat is mooi. Echt als ik die speed door kan openmaken. Hè, dan is er gelijk weer een hele hoop om te exploren. Want ik heb wat meerdere van die deuren gevonden. Wat hoor ik voor gegrom? Son of a bitch. Jij, hè? Het is echt... Ik dacht dat je dood was. Nou, in zijn geval ga ik wel even kijken of hij echt dood is. Want hier zo zit natuurlijk die safe. En als ik moet backtracken, als ik de code heb, moet ik wel... Ja, kijk, dat bedoel ik. Hij was gewoon nog neppie. Kom op. Zijn kop, Leon. Ja, goed zo. Dat was... Kop is bonuspunten. Kijk, maar als ik dan de code weet van die... Het heeft wel echt inderdaad wat durability damage gedaan op mijn mes. Daar moet ik wel rekening mee houden. Als ik de code weet van die kluis, dan kan ik in ieder geval gewoon backtracken zonder dat die gast aan mijn poot loopt te kluiven in ieder geval. Dan ga ik nu... Oh, is hier er nog een? Handen omhoog! Of één hand omhoog, want je hebt nog maar één hand, zo te zien. Hier. Wat is er met je arm gebeurd, gast? Je heeft ergens tussen gezeten, geloof ik. Oh, gadverdamme, dat is... Ook allemaal viezigheid. Hier is nog een kamer. Safety deposit room. Laat ik hier eens gaan kijken wat hier is. Deposit room, hè. Allemaal kluizen. Allemaal kluizen met loot. Er zit gunpowder in. Oh my god, dit wordt mijn lievelingskamer, denk ik. Combat knife. Zie je, er zitten andere combat knives in. Dat moet wel. Als... Weet niet wat hierin zit. Als die dingen kapot kunnen gaan, dan moet je ook weer nieuwe kunnen vinden, lijkt me. Shotgun. Oh. En shotgun shells zie ik ook. Hier zo. Deze zal wel lastig te zijn om open te krijgen, denk ik. Wat hoor ik nou even? Tering, Harry. Oh. Dit is Mr. One Arm. Kom terug voor nog een ronde. Appetij. Hij ligt wel in de deuropening, dus ik ga wel even kijken of hij echt, dit keer nou wel echt, de pijp uit is. Oh kijk, hij is neppie. Maar goed dat ik even test, want hij ligt in de opening. Wat, probeer je weg te kruipen? Ik dacht het even niet. Ik heb nu wel allebei zijn armen eraf Hup, weg bij jou, op zout. Oké, okay. Oh hier is een briefje. Storage locker terminal. It appears that the keypad to the locker's terminal is missing a few keys. I suggest that the person responsible for this mess find some spare keys and fix this right now. You know who you are, bastard. Who else fuck up this badly? Oh, rustig aan, dude, wie dit geschreven heeft. Misschien was het wel gewoon per ongeluk gegaan. Maar het gaat om deze twee. Ik kan ze ook niet indrukken. Het is de 2 en de 3. Maar ik kan wel die andere indrukken. Dus ik ga eventjes 106 doen. Zo. Want dat was er eentje die ik kon. Er zit dat ene ding in. En 109. Handgun ammo zat daar geloof ik in. Ga ik die alvast even pakken. Dan moet ik even kijken of ik nog wat kluizen aan de andere kant kan openmaken. Hier zit dit ding in. Wat is dit eigenlijk? Een rolfilm. Examen. Key item staat erbij. Kijk dan. Undeveloped rolfilm. Oké, die hou ik wel even bij me dan.
Handgun ammo. Hier zullen liggen shotgun shells in. Deze kluizen beginnen we allemaal met de 2. Dus deze kan ik allemaal niet openmaken. Deze heeft zelfs een 2 en een 3. Dus deze wordt wel heel lastig om open te maken. Maar het is een soort van tasje. Ik ben best wel benieuwd wat daarin zit dan. Maar goed. Zo far kan ik verder niks in deze kamer. Ik heb dus die knoppen nodig. Kijk, moet ik deze kant op. Yes. Wat is dat voor kleren, Harry? Weer zo'n gast die... probeert om binnen te komen. Hier is een wietplant. Voor mocht het fout gaan. Heb ik hier zo'n stuk hout. Wat is het voor stuk hout? Examine. Sturdy piece of wood. Can be used to board of windows. Oh. Nou snap ik waarom ik met al die ramen kon interacten. Laat ik het eens uittesten bij deze. Use. Zo. Ja. Nou kom je er niet meer door, hè. Wat een gokker. Ik weet trouwens niet of het ook echt... kan kapot gaan of niet. Oh, het is wel donker in deze kamer. Ja, het heet ook niet voor niks darkroom. Dus laat ik eerst eens even deze kluisje checken. Hierin zit handgun ammo. Dit kluisje vind ik... gunpowder. Ik zit nu wel helemaal vol, dus wat is dat? Boekie. Herbs. Het gaat over herbs. Humans have used herbs to treat sickness, diseases since Resident Evil 1. In this book we will explore three such herbs native to the Arklay Mountains. Green herbs, nou daar heb ik er een shitload van. Die for basic injuries. Blue herbs, daar heb ik er nog nul van gevonden. Die worden gebruikt om voor poison. Als een soort antidote. Red herbs, die ken ik wel. Heb ik ook nog niet gevonden. Maar daar kan je niet mee healen. Maar als je ze combined, dan wordt de andere wel een stuk sterker. Als je ze combined met een groene, dan wordt het healing effect zo sterk als een first aid spray. En wat staat hier? Als ik het mix met een blauwe... produces a blend that will strengthen one's constitution. Ik weet niet wat het is, maar het staat er wel in groene letters. Misschien is het een soort buff. Dus en andere Resident Evil games had je ook nog een gele herb, maar dit is de laatste pagina. Dus waarschijnlijk zitten er geen yellow herbs in Resident Evil 2. Typewriter. Oh, dat is wel chill. Dat ga ik straks doen. Lichtknopje. Ik had al gezegd dat lichtknopjes zijn mijn grote vrienden. Oh. Ziet er nu wel een heel stuk... rustgevender uit in ieder geval. Yes, box. Ik heb een hoop teringzooi wat ik in je kwijt wil. Sowieso al deze bakjes poeier. Eén herbje, die andere wietplant, die hou ik nog in mijn broekzak. En dat rolletje, dat... misschien kan ik al hier iets mee doen trouwens. Want dit is een darkroom. Dat is geloof ik een kamer waar je foto's... nou, ik hoef niet per se het licht uit te doen trouwens. Kamer waar je foto's oplost. Als het goed is. En anders dan, ja, duik ik het ook gewoon in die kist. Zit. Red herb. De eerste red herb. Die ziet er trouwens wel een heel stuk mooier uit dan wat ik gewend ben van herbs. Ik kan ze inderdaad combineren, maar dat ga ik niet doen. Maar wel even examinen. Deze ziet er een stuk mooier uit dan die groene. Met dit bosje kan je nog een soort van succesvol verkering vragen op de basisschool. Op een soort van succesvolle manier. Is dit de bak waar ik... hier kan ik foto's in verwerken. Kijk. Er zit maar één foto in dat rolletje. Oké, en hij komt niet bij mijn items. Dus het is denk ik naar mijn files gegaan. Goed, ik ga hem dan nu wel saven, want ik ben al... fucking lange tijd aan het spelen. Goed. Ik neem elke keer als ik een typewriter tegenkom, neem ik even deze pose aan. Want dat is een pose waarin ik hem dan, ja, dan ga ik er of een einde aan breien of ik ga dan uiteindelijk bepalen of ik verder ga spelen. Dus, maar nu ga ik er wel een einde aan breien, want ik ben al een shit lange tijd bezig. Dan ga ik de volgende keer ga ik naar boven, want ik heb een trap gezien net hier buiten deze deur. Dus,
Ik dank jullie hartelijk voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video. Richard out.